Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie mijn 5 sterren van de eerste helft van het jaar 2022 laten zien. Ik laat dus alle boeken die ik 5 sterren heb gegeven in januari, februari, maart, april, mei en juni aan jullie zien. Ik begon het jaar met een 5 sterren read en dat was dit deel van Warrior Cats, Stemmen van de Nacht. Wat gebeurde er ook alweer? Dit is echt heel erg. Misschien herinner je dat nog, dat ik een keer vroeg van, ja, ik heb deze gekocht omdat hij beschadigd was. Wat is de beschadiging? Nou, zoals je ziet zit er niks aan de buitenkant, maar er zat een geplette spin in. Dat was de beschadiging van dit boek. In ieder geval, dit is deel 3 in serie 4. De Schaduwclan en Donderclan hebben veel ruzie, dus... Dat gebeurde er vooral. Dit jaar heb ik ook elke maand een boek gelezen in 2 series. De ene las ik met Ismee. Dat is de Vilbekka serie. Dit is deel 1, IJsprinses. Deze heb ik 5 sterren gegeven. Volgens mij de eerste keer lezen dat de 4 minuten vond ik het echt 5. Maar dat was misschien ook omdat ik het leuk vond om weer te lezen. Dus deze keer ook 5 sterren van mij. En de andere serie die ik las was ik samen met Linda. En dat was dit deel, het eerste deel, De Chirurg. En ook dit deel heb ik 5 sterren gegeven. Dit is ook een supergoed boek om de serie mee te beginnen. De serie heeft, de ene boek is iets beter dan de ander, maar deze is echt goed. En de leerling, die het vervolg erop, hoort er echt bij. En echt topboeken. Dan gaan we naar februari. En in februari gaf ik maar 1 boek 5 sterren. En dat was Zo Lief Als de Dood van Holly Jackson. Dit is het derde deel in een Moordgids voor Lieve Meisjes trilogie. En het is een dikke pil. Hij is een beetje weer recht getrokken, want hij stond echt helemaal krom. Maar de rug is niet gebroken. Hij stond dus wel helemaal krom. Pip, Amoebi. Maar ik denk in mijn hoofd zegt Amoebi, want ik moet aan Amoebi's denken. Heeft natuurlijk in de vorige boeken daders gepakt. Maar nu zit er iemand achter haar aan. En de details in dit boek zijn allemaal met duct tape. Gaat het Pip lukken om zichzelf te redden van degene die achter haar aan zit. Ze neemt in het... Na 2/3 van het boek, denk ik, of was het midden, een beslissing. En niet iedereen was het daarmee eens. En als je het dus niet mee eens bent, dan vind je het boek ruk. Ben je het er wel mee eens, vind je het super geweldig. Dus ik zou het zeker lezen als je deel 1 en 2 hebt gelezen. En dan kun je ook een mening vormen over deel 3. In maart las ik 2 boeken die ik 5 sterren heb gegeven. En dat is deze, De Race van de Keizer, Circus Maximus serie van Annelise Gray. Annelise, ik heb geen idee hoe je dat in het Engels uitspreekt. Of is zij helemaal niet Engels? Misschien is ze gewoon... Het is wel vertaald. Ja, uit het Engels. In ieder geval, dit is deel 1 van de serie. Deel 2 heb ik ook gekocht, maar nog niet gelezen. Ik heb hem gekocht met het idee om hem snel te lezen. Dus in ieder geval, dit vond ik heel leuk. Gaat over een meisje die wil graag meedoen met de paardenrace in Circus Maximus. Maar dat mag niet, want ze is een meisje. Dat is even in het kort waar het over gaat. En het andere boek dat ik 5 sterren gaf was Koud Vuur in de Running in Stilton serie. En in deze, dit deel, dit is deel 5, denk ik. Ja, in deel 5 zijn ze vooral in Thailand. En... wat er allemaal gebeurde en hoe dat allemaal in elkaar zat. Ik vond het gewoon echt 5 sterren waard. Dus ga zeker deze serie lezen. Het begin met Springvloed. In april las ik 3 boeken die ik 5 sterren heb gegeven. Dit is ook een reread. Zondagskind van Judith Visser. Dit heb ik samen met Vera gelezen. Voor haar was het de eerste keer, maar voor mij de tweede keer. Ik hou van dit boek. Misschien wil ik hem wel elke keer opnieuw lezen. Of afwisselend met Zondagsleven. Maar goed, hoewel ik hem dus al gelezen had, waren er toch nog gebeurtenissen die ik vergeten was. Ook de allerbelangrijkste gebeurtenis aan het einde. Echt, hoe kan ik dat vergeten zijn? Maar goed, het gaat over Jasmijn Vink. Zij heeft autisme. Daar was toen nog niet zoveel over bekend in de jaren 80 en 90. Je leest hoe Jasmijn met de strugglingen omgaat. Dus zeker een aanrader. Weer een boek van Warrior Cats dat ik 5 sterren gaf. Dit is het laatste deel in de 4e serie.
Laten we hopen. Ja, ik vind de kat hier niet zo mooi. Maar het verhaal hierin. Om te huilen. Ja, ze gaan vechten met het duistere woud. En niet iedereen overleeft dat. Weer een boek in de Resilient Owl-serie. Dit is Sustermoord. Dat is deel 4. Deze gaf ik in ieder geval 5 sterren. Ze vinden een lichaam. En die lijkt als 2 druppels water op Maura Owls. Nu gaan ze dus onderzoeken. Is het echt haar tweelingzus? Of is het toevallig iemand die op haar lijkt? En ondertussen moeten ze ook nog de moordenaar vinden. Dus ik vond deze weer heel goed. In mei las ik 4 boeken die ik 5 sterren heb gegeven. Als eerste Oorlogskind van Camilla Läckberg. Hierin ontdekt Erika wat meer over haar verleden. En dat vond ik zeker een goed onderwerp om over te lezen. En dit was altijd mijn favoriete deel. Maar nu weet ik niet meer wat mijn favoriete deel is. Want ik vind ze allemaal goed. Dus deze in ieder geval. Nou, ook deel 5 in de Resilient Owl serie heb ik 5 sterren gegeven. Iemand in het mortuarium wordt weer wakker. Dus die was dus niet echt dood. Ondertussen is Jane gegijzeld. Door de moordenaar. Allemaal ingewikkeld in elkaar. Maar het was weer heel goed. Leuk. Spannend. Aanrader. Ook een buddy read. Maar deze las ik met Irene. Soms lieg ik. Dit was voor ons alle twee een tweede keer lezen van dit boek. Dit was ons favoriete psychologische thriller en dat is het nog steeds. En we zijn nog steeds achter bepaalde vragen niet gekomen. Het antwoord is nog steeds onduidelijk voor ons, ook na de tweede keer lezen. Dus ja, vind je het niet erg om niet alle antwoorden te krijgen? Zeker dit boek lezen. Dit is echt ons favoriete psychologische thriller. En dan dit Spaanse boek, De Zwarte Wolvin. Nou, ik heb het natuurlijk in het Nederlands gelezen, maar komt uit Spanje. Antonio Scott en Jon Gutierrez. Ik ben echt heel slecht in Spaanse namen. Goed. Moord, doodslag, achtervolgingen, van alles en nog wat in dit boek. En het zit allemaal goed in elkaar. De Zwarte Wolvin is een soort onzichtbare persoon die dus een grote rol speelt in dit verhaal. En het vervolg hierop, De Witte Koning, die moet ik nog lezen, maar daar heb ik heel veel zin in. In juni las ik 4 boeken die ik 5 sterren heb gegeven. Ook, net als in mei. Weer een boek van Camilla Läckberg, dit is Zeemermin. Ook deze verhaallijn naast de moord was echt super tof. Kwam goed in elkaar over. Veel verrassingen in dit boek. Ja. Hier smokkel ik een klein beetje, want eigenlijk heb ik het 4,5 ster gegeven, maar ik heb het op Hebban en Goodreads wel als 5 aangeduid. Dus ja. Zeis van Niels Schusterman gaat lezen. Het gaat over Citra en Rohan en zij gaan Zeis worden, of ze zijn leerling Zeis. En hoe ze dat dan gaan doen. Ja. Ik vond het heel leuk. De reden waarom ik het 4,5 ster geef, omdat ik iets geraden had over het plot. En dat vind ik altijd een beetje vervelend, dat ik ga raden wat er gebeurd is, gaat gebeuren. En dat ik dan gelijk heb, maar goed. Iedereen moet dit lezen en het vervolg komt zeer snel, nog dit jaar, dus zeker lezen. En in juni komt altijd een nieuwe Aldrich. Kom eens, gauw is deze. Als je dit gelezen hebt, wil je niet meer alleen thuis zijn, want dan maak je kans. Heb je kans dat de moordenaar bij jou komt. Dus ik zou niet alleen thuis willen zijn bij het lezen van dit boek. Dick Pill, Helen Grace, gaat op zoek naar een seriemoordenaar. Doet stomme dingen. En het komt weer goed. Hoewel, komt het voor iedereen goed? Ik weet het niet eens meer. Nou ja, hetzelfde reeltje weer zoals altijd bij Helen Grace. Maar ik vind dat niet erg. Dat vind ik leuk om te lezen. En misschien wel Save the Best for Last, de Echo Man. Wow, dit was echt een boek wat ik bijna in 1 zitting heb uitgelezen. Het was echt goed. Het gaat over een seriemoordenaar en die doet dus andere seriemoordenaars na. Dus elke moord is een moord van een andere seriemoordenaar. Zoals bijvoorbeeld Charles Manson, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer. En Eggman doet hun dus na. Jessica Ambrose is op de vlucht. Haar enige hoop is de gewetenloze regisseur Nate Griffin. Jess en Nate ontdekken een link tussen de misdaden. Nou,
Je moet wel een beetje tegen gruwelijke omschrijvingen kunnen, maar verder is dit echt een topthriller. Dat waren alle 5 sterren van de eerste helft van het jaar. Binnenkort ga ik ook natuurlijk voor de tweede helft van het jaar opnemen. Maar daar wacht ik even mee tot het einde van het jaar. Want misschien lees ik in de laatste week nog wel een 5 sterren boek. In ieder geval, deze hier kun je van genieten. Ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. Laat even weten welk boek jij ook 5 sterren hebt gegeven dit jaar. Misschien wel in de eerste helft van het jaar, als je dat nog weet. En ik ben heel benieuwd welke boeken jullie 5 sterren hebben gegeven. Bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. En ik zie je in de volgende video. Doei!